Hallo en welkom bij Paul's Model Train Stuff. Vandaag heb ik een Fleischmann, oude Fleischmann, met losse onderdelen. V4203. Op zich niet zo'n heel bijzondere op het eerste gezicht. Behalve dan dus dat er de onderdeeltjes wat afvallen. Alleen, deze is digitaal. Er zit hier een kleine decoder in verstopt. Helaas, als ik hem op de baan zet. Ik laat hem een stuk rijden. Even kijken, voorwaarts. Hij maakt geluid. En dat is het. Hij gaat nergens echt heen. Ik ben benieuwd hoe ze deze decoder erin hebben zitten. En ik ben ook weer benieuwd hoe ik deze ook weer openmaakte volgens mij. Ja, zo. De decoder is een, even kijken, dit is de decoder en die zit hier op een moderne motorschild wat redelijk goed geïsoleerd is. De decoder is een, even kijken, deze omzetten. Een nieuwe loco type lezen. Een Ulemrock. Maar welke precies weet mijn decoderprogramma ook niet. Ze hebben hem simpel aangesloten. Vier draadjes. De rode hier voor de power pickup. De zwarte power pickup van het frame. Oké. Okay. De grijze en ik denk dat dit oorspronkelijk oranje was. Sturen de koolborstels aan. Op zich, hij loopt wel. Nou, dan hebben ze de decoder hier op een stukje plastic geplakt. Dus ik kan de tandwielen draaien, dan doet hij het redelijk goed. Als ik hem ga rijden. Doet hij helemaal niets meer. Even kijken of ik het nu goed doe. Ja, nee, dit zit goed. Dit zit goed. Ja, oh, dat was een beweging. En dat was rook. Nou, een goed begin. Ik vind het wel leuk. Ik heb eerder gekeken naar het digitaliseren van oude Fleischmanns. En motorschild vervangen, dat heb ik al een keer laten zien. Of een motorschild eigenlijk aanpassen. Het zijn van deze kleine schildjes. Als je daar op de goede plek de boormachine inzet, dan kun je zo'n complete bus uithalen en die kun je vervolgens isoleren. Dit is een ander soort schild, wat ik ook vaker heb gezien. Die heb ik waarschijnlijk ook nog ergens liggen, deze. Ik wist niet dat dat schilden waren die goede isolatie hadden, zodat je dat kon digitaliseren. Nooit opgevallen. Zo. Ik haal even de buffers af. En daarmee ook de schildjes. Zo. Deze opzij. Ik vind dit leuk. Ik heb dit niet zoveel gezien. Wel heb ik redelijk wat Fleischmann motoren opgeknapt die alleen maar rookten en dergelijke. Dus eens kijken hoe deze open gaat. Ik ben gewend aan drie schroeven. Twee schroeven vast.
schoolborstels. Heel vies. De motor valt er wel mee. Dat heb ik al eens erger gezien. Er zit wel heel, heel veel olie in deze. Ja, in deze behuizing eigenlijk. Het draait verder soepeltjes. Wat ik ga doen, dus ik ga hem even grondig schoonmaken met wat alcohol. Al die vettigheid eruit is. Eens kijken of dat hij dan wat meer wil doen dan alleen maar zoomen. Ik heb inmiddels de hele motor schoongemaakt. En ik merkte dat dat niet genoeg was. Het bleek dat op de platen die hier achter zitten op die rotor heel veel koolstof zat, waardoor dat ze onderin kortsluiting maakten. Dat doet hij inmiddels niet meer. Dus hij vonkt of hij rookt niet meer. Maar hij loopt ook nog niet echt. Dus ik wil even gaan kijken of dat er niet iets heel erg mis is met die decoder. Dus ik ga de decoder even loshalen van de motor. En ik hang er even zoiets aan als deze. Waarschijnlijk een andere. Zodat ik rustig de decoder uit kan lezen. En dat uitlezen gebeurt dus door de motor te laten bewegen. Waardoor dat die stroom gebruikt en dat wordt weer geregistreerd. Vandaar de motor. En kijken wat voor type het precies is, zodat ik kan kijken of er niet iets is met bijvoorbeeld het opstartvoltage, dat het veel te laag is voor zo'n type motor. Ik heb zijn startvoltage een stukje omhoog gegooid. En zijn middenvoltage was hoger dan het eindvoltage, dus ik heb geen idee wat die motorregeling probeerde te doen. Het is nog steeds niet ideaal. Ik bedoel, hij stopt er nog wel eens mee, merk ik. Vooral de eerste aanzet kan wat lastig zijn. Het startvoltage moet denk ik nog een tikkeltje hoger. Maar door het hele schoonmaken van die motor. Nou, dit is wel heel veel herrie. Doordat die motor flink schoongemaakt is, maakt hij nu geen kortsluiting meer tussen de contactplaten. Even kijken of ik zo'n motor zo open heb liggen. Volgens mij niet, waardoor die drie platen, waardoor dat er daadwerkelijk weer een stroomkring optreedt, de magneten weer uiteindelijk in ieder geval weer magnetisch worden, waardoor dat het hele ding weer gaat werken. Ik merk nog wel, als ik nu zeg, hamer op met lopen, dat die vrij lang constant doorloopt en ineens hem afkapt. Dus er zit nog wel een probleem in de besturing van De motor met het afbouwen van het voltage. Ik weet niet of dat met programmeren op te lossen is. Ik kan me ook wel voorstellen dat dat meer een probleem is van deze decoder. Ik ga hem nog een beetje voorzien van smeerolie. Niet in de motor, maar hier een beetje omheen. En dat is het dan voor deze. Ik denk dat deze nu niet kan gaan rijden op een baan. Ik denk dat hij daarvoor nog te moeilijk start te snel optrekt en dat die besturing niet helemaal oké is. En op termijn verwacht ik, als ik eerlijk ben, dat ik dit schild eraf ga halen. Misschien de decoder herbruik maar in zoiets zet als ik deze nog een keer opknap. Want het is leuk. Het is een ontzettend grappig ding. Maar hè, ja, ik weet niet. Hij doet het in ieder geval een stuk beter dan waarmee ik begon. Dus ik ga hem terug in elkaar duwen. Zo. Een beetje laten rijden. En ik zou zeggen, tot een volgende keer. Bedankt voor het kijken. Like, deel.
Subscribe ook als je hier meer van wil zien. Er zet ook nog iets op van YouTube Alerts, geloof ik. Dat gaat je dan alert geven op het moment dat ik iets geüpload heb. En tot de volgende keer.